waar zijn wij? We staan op, in ons eigen kantoor. We staan in ons kantoor. Fantastisch. Wat vind je trouwens van het staan in plaats zitten? Ik ben hier persoonlijk, als je het aan mij persoonlijk vraagt, ben ik hier heel erg blij mee. Ja. En waarom ik hier heel erg blij mee ben, ik heb een beetje meer bewegingsruimte. Ik ben niet zo opgesloten. Want nee, ja, ik heb als je gaat zitten, wordt het statisch, hè? Ik word het een beetje, ja, inderdaad. Ik word daar een beetje toch niet moeilijk. Ik vind het ook prima als we gaan zitten. Dan doen we ook ons verhaal. Maar staan is toch een beetje meer... Zit wat meer dynamiek in. Is er meer, je kan een beetje meer... Ja, je kan je handen gebruiken. Ja, gebruik gewoon, je handen. Je hebt vrijheid. Dus we zijn dan... het kantoor is een beetje ontruimd. Normaal konden we hier zitten, maar dat kan niet meer. Nee, dus maar ik ben er wel blij mee. Het is goed. Dus, voor mij is het prima. Dus eigenlijk, dat is ook weer leuk, door die veranderingen maken wij weer gebruik van. En daardoor is het weer anders. Dit hadden we nooit zelf verzonnen. Nee. Even terug ons voorgesprek. Het voorgesprek hebben wij gehad bij jou thuis. Ja. En ik schrok uit. Nou ja, schrik. Ik had wel zoiets van, ja, ik wist het wel. Maar toch drukte jij het weer even op mijn hart van... Hé vriend, weet je waar wij eigenlijk wel staan op de platform? En toen noemde jij een ritje op. Toen dacht ik bij mezelf... WTF, Jack. WTF. Nou, en zoveel. Als je gaat kijken op onze site... dan zie je de platform waar we staan. Maar... We staan op meer platformen dan dat op de site staat. Echt. We staan op, denk ik, 10 plus. Dus als je op de site gaat kijken, het aantal platformen. En er staan er nog een keer 10. Je kan er makkelijk 10 à 20 bij tellen. En die worden elke dag lastiggevallen. Met filmpjes van ons. Echt, hè? Ja. Nee. Nou, een aantal jaren verder. En dat is toch eigenlijk wel... Ik ben er wel blij mee. Ik vind het leuk. Ik vind het nog steeds leuk. Jij ook vindt het ook wel leuk? Ja, en toen ik hier weer mee bezig was... Vandaag had ik weer eentje online gezet. En toen keek ik even naar het nummer. Dus nog minder dan 30 opnamen. Dan zitten we aan opname 300. 300 satirische opnames. Ja, 300. Moet je nagaan. Terwijl de normaal... Ik herhaal 300 satirische opnames. En dan wil ik... Ben je er nog steeds blij mee? Ik ben nog steeds blij mee, want... Normaal wordt hoeveelheid opnames die gemaakt worden, zijn er 7. Gemiddeld maken iemand 7, 10 opnames en dan is het klaar. Nou ja, goed, onze vrienden hier waar de letter I mee begint. Ilfie. Die zijn ook nog steeds bezig. Jawel, maar gewoon mensen die wel eens zeggen, ik ga ook een podcastje doen. Nou, dat is niet helemaal waar. Die hebben natuurlijk ook gewoon afleveringen. Nee, maar dat is professioneel. Maar ik ga het over gewoon iedereen die zegt van... Nou, dat ga ik ook even doen. Ja, zo ons. Gewoon voor liefdewerk uit papier. Laat ik het dan maar even zo doen. Als hobby. Nou ja, zelfs andere podcasts. Mensen beginnen aan podcastjes. En die beginnen 1 of 2, 3 opnames. Heel poeha in de media. En na een tijdje zijn ze er maar weer mee gestopt. Ja, dan is toch... Het valt qua tijd... Weet je wat het is? Het zit natuurlijk ook een hoop tijd in, hè, Jack? Kijk, en alle lof naar jou toe. Jij doet de achtergronddingen. Ja. Ik sta naast je als sidekick. Ik ben de back-office. Nou ja, met recht en nog steeds respect en dank daarvoor. Want anders had Podcast Gemis ook niet bestaan. Nee. Dat is gewoon zo. Dus daar... Nee, we hebben een behoorlijke back-office. En onze stagiaire doet ook heel goed zijn best tegenwoordig. Ja. Nou, blij mee. Dus, het groeit. Wij zijn wel groeiende. Ja. Maar ja, goed. Dat had wel leuk geweest om iets meer. Maar ja, goed. Ach. Joh, als wij dit zo lekker gewoon onze weekoverzichtjes maken. Ja, ik had er laatst weer over. Stel je nou voor dat wij elkaar tegen zouden komen en een podcast had niet bestaan. Gewoon, podcasten bestaat niet. Het hele fenomeen bestaat niet. Mm-hmm. En wij zouden zeggen, weet je wat, we gaan vissen. Of we zouden gaan fietsen. Jij vindt fietsen leuk, ik vind fietsen leuk, dat we gewoon een stukje gaan toeren. Dat is toch ook... Daar krijg je toch ook geen centjes voor. En als je gaat vissen, dan krijg je daar toch ook niks voor. Dan moet je een dure hengel. Ik bedoel, volgens mij is vissen duurder dan podcasten. Dit is, ik denk, de werkwijze hoe wij het doen, is nou, goedkoper kan het niet, denk ik. Nee. Er wordt af en toe wat apparatuur aangeschaft. Ja, oké, maar dat zijn dan dingetjes. Maar qua hobby... Hebben wij niet veel uit te geven. Nee, ik heb net een kabeltje dat stuk was. Heb ik een nieuw kabeltje moeten kopen. Ja, ik zal zo tikkie betalen. Ja, dat gaat ook dan gewoon. Want we doen alles met elkaar. 30 euro voor een kabeltje. Ja, bizar. Maar ja, goed. Ja. Want het originele kabeltje van meneer Rode deed het niet meer. Dus heb ik een ander kabeltje. Dat is de tweede, hè, trouwens, hè, over meneer Rode. Want we praten nou over meneer Rode. Ja. Hashtag Rode.
Maar die kabeltjes gaan ook niet zo lang mee. Dus dat vind ik dan weer een minpuntje. Die zijn er niet voor gemaakt. Dus ik heb een nieuw kabeltje moeten kopen. Of ik had een heel nieuw kastje kunnen kopen. Ja. Maar Jack. Ja, vertel. We hebben ooit is er een liedje gemaakt. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Ja. Toen kreeg ik een appie van jou. Toen praatte je over 18 miljoen mensen op dit kleine stukje aarde. Verklaar je nader, Jack. Nou ja, 15 miljoen mensen we en 18 miljoen mensen. We zitten nu op 18 miljoen mensen. Dus we hebben 18 miljoen Nederlanders zijn er. Nou ja, mensen die in Nederland... En groeien we dan nog in Nederland? Ja, we blijven gewoon groeien. En ik had nog even opgezocht. Ik denk, want jij gaat die vraag natuurlijk tegen mij stellen. hoeveel mensen woonden toen jij geboren werd? Ik zal bij God niet. Nou, ik heb het even opgezocht. Wat, toen ik geboren werd? Nee, toen ik geboren werd. De jaren 60. Ja? 1960 zo'n beetje. Volgens de, als ik de internet mag geloven, was het 11 miljoen mensen. 11,5 miljoen mensen. Dus en heb je toevallig mijn geboortedatum ook ingetikt? Nee, maar dat zal iets meer zijn geweest dan. Dus, 74. Ja, dat zal een paar miljoen erbij zijn. Maar ja, het aantal mensen neemt gewoon toe op die kleine. Hoewel, als ik dan weer door het land ga rijden, en dat zeg ik dan wel eens tegen het management. En dan zeg ik dan, nou eens kijken, hier hadden ze nog wel kunnen bouwen. Ja, maar even terug naar die mensen, hè? Die 18 miljoen mensen. 18 miljoen mensen, ja. Zitten daar nou echt geboren Nederlanders in of geregistreerde Nederlanders? Nee, het zijn geregistreerde Nederlanders. Kijk, dat is nou weer een dingetje dan, vind ik. Maar dan denk ik van... Nou, dat is niet helemaal waar. Want dan, ik snap wel waar je heen wil, maar Amsterdam, dat verhaal heb ik al eerder verteld. Amsterdam. Iedereen denkt, hebben het over Amsterdammers. Nou, heel veel mensen, de achtergrond van de Amsterdammers, dat zijn Belgen. Heel veel mensen die, als je gaat zitten, de echte ras Amsterdammers, als je terug gaat, dat zijn Belgen. Ja, maar... Okay. Dat zijn gevluchte Belgen. Helemaal bedoel, toen hadden we tot Belgen vluchten. En nu hebben we mensen uit Oekraïne of andere landen die vluchten. Ja, eigenlijk is er niks kan je veranderen. Niks meer zeggen over geboren Nederlanders of... Ja, echte geboren Nederlanders. Ja, geboren, nee, geboren Nederlanders, die zijn hier gewoon geboren. Ja, maar die hebben een achtergrond. Ja, die zou je ook nog, je vader en moeder zouden hier ook nog kunnen geboren. Maar als je verder gaat kijken in de geschiedenis, ja, hoe ver kan dus je... Dus eigenlijk, die registratie klopt ook niet, vind ik. Nee, dat zijn geregistreerde Nederlanders. Ja, geregistreerde Nederlanders, maar niet echt echte geboren Nederlanders. Ja, dan zou je daar weer een aparte een bloedlijn. En dan kan je daar weer gaan kijken van, zijn dat mensen die in Nederland dus, geboren zijn, enzovoort, 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 enzovoort. Daarom wat ik kijk, zeg. Kijk, bij mij en bij jou zitten er ook nog bloedlijnen in. Dan denk je van, nou ja, ik wil het niet eens meer weten, want... Ik kom uit Spanje. Ja? Vermoedelijk is mijn achtergrond, als je terug gaat kijken, ja, nou, ik kon ook uit Spanje dat komen. Dat voor mij is helemaal verbasterd. Nee, maar Spaans, Bulgaars. En plus het feit, heb ik nog iets anders... Ik heb wel eens het programma gekeken, DNA onbekend. Dan blijkt dat 1 op de 10 mensen die geboren worden, niet van de vader is waar mensen denken dat de vader van is. Ja. 1 op de 10. Ja. Nou, maar eigenlijk ook niet helemaal koos je van die vrouw natuurlijk. Toch? Nee, maar dan kan je nagaan. Dan kan je dat allemaal wel juridisch gaan uitzoeken op papier. Maar dan blijkt dat weer gelijk. Op papier vroeger gaan uitzoeken. Ja, mijn voorouder was dat. Maar wie zegt dat dat is? Ja, op papier klopt het. Maar dat is het enige wat het is natuurlijk. Dus laten we dan maar gewoon zeggen, tot slot, 18 miljoen geregistreerde Nederlanders. Ja. Laten we het daar maar op houden dan. Ja. Dat geborene, dat laten we dan maar even aan de zijkant. Nee, dat is weer een verhaal apart. Ja. Waar ze in de Kamer nog steeds over vechten, denk ik. Kijk jij daarnaar? Ik vind het prachtig. Maar kijk je daarnaar? Zeker wel. Ik vind politiek vind ik zeer interessant. Nou ja, wat er gaat gebeuren, dat is nog ik wel... Ik vind politiek is heel interessant en ik vind het ook heel belangrijk. En ja, goed. Dus ik volg het wel, zoveel mogelijk. Ja. Oké. Leuk. Zijn er nog dingen? Had je nog meer dan? Nou, we hebben nog wel een aardig wat dingen. Je hebt wel wat gestuurd nog. Wat heb ik nog meer gestuurd? Ik weet het allemaal niet meer. Zal ik even het lijstje erbij pakken? Pak jij het lijstje erbij. Pak jij even het podcast gemist WhatsApp groepje erbij. Het podcast gemist WhatsApp groepje. Nou, daar gaan we hoor. We hebben gesproken over... 18 miljoen Nederland. Dat had ik wel neergezet. Ik denk, anders vergeet ik dat wel. Ja, dat vond ik wel. Hè? Ja. En wat had het nog meer? De zonnecellen, ja. Zonnecellen? De subsidies. Oh ja. De subsidiestromen, Jack. Ja, dat is dat.
Ik bedoel, als de subsidiestromen stoppen, dan stopt ook het hele verhaal met de zonnecellen. En dat is met elektrische auto's. Als je nu gaat kijken naar elektrische auto's, de verkoop is ingestort. Ja, bizar hè? De verkoop is ingestort. Omdat de subsidie is een beetje gestopt. Ja, en dan zeggen mensen in Nederland, dat zijn er toch de echte, de Nederlanders. Die zegt dan, ja, kijk, die kijkt toch naar het geld. Van, wat word ik er wijzer van? En als ik er niet wijzer... Ik las geloof ik vanochtend, maar ik heb het artikel niet helemaal gelezen, dat als je zonnecellen hebt, dat je dan gigantisch moet betalen om dat te leveren aan het net. Ja, je moet teruggeven. Je moet betalen aan het net. Nou ja, dat kan je net zo goed niet doen. Nee, nou dat... Kijk, ik heb ook wel eens... Eerder hebben we wel eens gesprekken daarover gehad. Over zonnecellen en auto's en hybriden en dat gezeik. Ik heb al serieus daarover nagedacht. Maar dan denk ik bij mezelf van... Waar moet ik die auto opladen in godsnaam? Ik heb maar één laadpaal in de bijketen. Nee, doe gewoon thuis. Ja, dat duurt toch veel te lang allemaal. Je hebt toch een snellader. En bij mij gaat het niet, want ik woon op een plein. Nou ja. En jij hebt dan de voorkeur. Jij hebt dan een parkeerplek. En ja, twee, die heb ik niet. Ja. En twee oplaadplaatsen. Nou ja, stel je nou eens voor dat... Nou ja, oké. Okay. Ik moet even zuchten. Maar bij ons in de straat iedereen een elektrische auto hebben. Er zijn twee oplaadpunten. Nou, dat bedoel ik. Ja, dat is... Het is in opbouw en we wachten maar netjes af. En kijk, dan moet ik mee in die flow, dan moet dat in zover. Nou, je weet, ik heb nou een andere auto. Ja, een benzine. Nou, dat is gewoon een brandstof. Dus ja. Nou ja, de toekomst, ik zal het denk ik niet meer meemaken, is waterstof. Nou oké, okay, je mag deze woorden gewoon gebruiken. Toekomst wordt waterstof. Punt. Klaar. Volgende. Okay. Iets anders. Ik zag iets voorbij komen. Dat is ons opgevallen. De laatste tijd zie ik veel tackles. Het is mij zo opgevallen waar je gaat. Zelfs was ik in Rokanje, ik was in Den Briel. De net hier ook. Als de honden voorbij lopen, dan zijn het meestal tackles. Ik weet niet of je dat opgevallen is? Nee. Moet je maar eens opletten. Dat er ineens een soort tackle-explosie is. Ja, maar waarom nou een tackle dan? Ja, dat weet ik. Moet je niet aan mij vragen. Mensen vinden dat hartstikke leuk. Ik maak altijd als grapje voor de eigenaren die nu luisteren en kijken. Tackles. Vraag ik altijd aan de eigenaar, hoe heet die? En dan geven ze een naam. Dan zeg ik altijd, nou, het heeft toch geen nut, want hij luistert niet. En dan moeten ze altijd lachen. Want tackles nee, is luister ook niet. Behoorlijk eigenwijs. Ja, dat lijkt wel een beetje op Spike, op mijn hond. Ja, behoorlijk eigenwijs. Nee. Nou ja, dus, goed Jack. Ik, nee, maar dat was een tackle onderwerpje. Laten we even deze Fritz Cola even drinken. Ja. Geen Coca-Cola, Fritz Cola. Fritz Cola. En dan gaan we zo weer door. Jack, neem maar alsjeblieft een stukje van die koek, want anders gaat het helemaal fout.